Welkom bij Koken met Koenen, het kookprogramma van N1 waarin we een lekker gerecht maken met producten uit onze streek. Ik kook niet alleen, ik nodig elke week een gast uit en deze week is dat Jasper Sillissen. Jasper, leuk dat je er bent. Ja, dat vind ik ook. Dus. We gaan heerlijk koken vandaag. Ik weet waar jij van houdt. Biefstuk met champignon roomsaus. Dus vandaag gaan we een biefstuk bakken met champignon roomsaus. Als jij wilt beginnen met het bloempapje te maken. Eerst de bloem in het bakje, water erbij en dan mag je doorroeren. Dan ga ik in de tussentijd het biefstuk bakken. Jasper, een bekende Nijmegenaar, maar volgens mij kom je uit Groesbeek. Ja, klopt. Ik ben het ziekenhuis geboren. In Nijmegen? In Nijmegen, ja. Vandaar de Nijmegenaar. Ja, daarom. En daarna ben ik getogen in het mooie Groesbeek. Begonnen bij welke voetbalclub? Ja, de Treffers. De Treffers. Ik had het geluk dat ik daar vrij dichtbij woonde en dat ik daarom vrij makkelijk daarheen kon. Altijd lopen met de bal onder de arm ben ik naar Sportpark Zuid gegaan. Ja? Ja, mijn broer die voetbalde er ook. En mijn ouders die deden daar vrijwilligerswerk. Dus ja, dan kom je daar heel makkelijk terecht en dan ga je daar veel voetballen. En je broer, je hebt één broer? Ja, ik heb één broer, die is 27 en die voetbalt op dit moment bij Germania. Ook in Groesbeek, dus we zitten wel in een voetbalfamilie. Ja, ja. Ja. En wanneer ben jij naar NEC gegaan? Ik ben op mijn 11e ben ik naar NEC gegaan. Ik heb vanaf mijn 9e tot mijn 11e heb ik stage gelopen bij NEC. En toen zat ik nog op de basisschool en mijn ouders die kozen ervoor om uiteindelijk pas op middelbare leeftijd naar een NEC te laten gaan. Om een basisschool gewoon in Groesbeek te laten afmaken en dus alles in Groesbeek te houden. Totdat we de grote stap gingen maken, letterlijk en figuurlijk. Biefstuk gaat de pan in als de braadboter bruin is. We laten het vuur hoog staan en we blijven schuiven met de biefstuk in de pan. Ja, je hebt wel aan mijn gedachten, geen klein biefstuk. Nee, maar ik weet dat je van biefstuk houdt, dat zei ik al. Dus, ja. Dat hebben we wel vaker meegemaakt. Zo is dat. Wij hebben biefstuk. We wachten tot de biefstuk aan de onderkant mooi bruin is. Als hij mooi bruin is, dan pas draai je hem om. Als je van begin af aan om gaat draaien, krijg je de koude vlees op de bodem van de pan. De pan koelt af, vocht gaat uit het vlees en het vlees wordt nooit meer lekker. Nou, hij is nu lichtbruin van kleur. Draai hem even om. Dan doe ik op de aangebraden kant doe ik zout en peper. NEC. En vanaf je 11e naar NEC? Ja, klopt. En toen? Ja, toen kwam ik bij NEC in de C2 destijds. Het eerste jaar had ik een beetje pech. Toen brak ik twee keer achter elkaar mijn onderarm, spaakbeen en ellepijp. Dus dat was eigenlijk een beetje een verloren jaar, om het zo maar even te zeggen. Nou, toen mocht ik gelukkig blijven nog. Dat scheelde natuurlijk een hele hoop. Een jaar daarna weer in de C2 en toen fit gebleven gelukkig. En uiteindelijk naar de C1 gegaan. En zo alle jeugdelftallen doorlopen tot aan jong NEC. En hoe oud ben je als je in de C1 of C2 speelt? Mijn 12e zat ik dus in de C2, nog een jaar. Ja. Dus in het tweede jaar ben ik in de C2. 13 ging ik naar de C1. Dus ja, zo kun je het dan uittellen. 2 jaar B1, 2 jaar A1. En uiteindelijk 2 jaar jong NEC, waar ik in het eerste jaar de pech had dat ik mijn middenvoetsbeentje brak. En dus ook weer een half jaar zoet was, dus dat was vervelend. Maar het tweede half jaar moet je terugkomen op je oude niveau. Dus dan ben je even bezig. En het tweede jaar kon ik gelukkig vlammen. Waardoor ik uiteindelijk het jaar daarna mocht aansluiten bij de selectie. Mooi. Wil jij de champignons even een schijfje snijden? Ja. Ja. De biefstuk is niet bruin. Die doe ik op een bord. En die zet ik even in de oven bij 70 graden. Dan warmt hij door, maar hij gaart niet verder. Dus die kun je gerust 10 minuten, een kwartiertje op 70 graden in de oven laten staan. Dit bakje? Ja. Had ik trouwens de champignons moeten wassen? Hè? Nee, champignons moet je nooit wassen. Als je champignons wast, dan komt er vocht in de champignon. En dan kun je ze nooit meer mooi bakken. Gelukkig scheelt de tijd vertaan. Ja, precies. We gaan de champignons even
klein maken. Dat is ook weer niet eerlijk. En je mag ze al in de pan doen, Jasper. Jij bent ook weer veel sneller, hè? Nee hoor. Mag je altijd doen, als je de champignon snijdt, kun je ze alvast in de pan doen. Want dan beginnen die al te bruinen. Straks gaan we het doorroeren. En dan bruinen die anderen ook door. Het is de eerste keer dat ik samen met iemand champignon sta te snijden. Ja. Ja, ik doe het normaal alleen. Want dan doe ik tenminste nog iets thuis. Ja. Kook je veel? Nou, we koken wel veel, maar ik zelf niet. Jij zelf niet? Ik ben geen... keukenprins. Nee? Ik heb niet mijn roeping misgelopen, om het zo maar even mooi te zeggen. Maar je hebt wel een keukenprinses? Ja, dat gelukkig wel. Dus ja. De eerste maanden dat ik bij Ajax zat, hebben jouw kant-en-klare maaltijden me ook aardig geholpen, moet ik zeggen. Toen zat ik nog alleen. Mm-hmm. Maar daarna hebben jouw maaltijden iets minder gekregen. Gaat niks boven lekker zelf versgemaakte maaltijden, hè? Ja, dat is waar. Dus, maar ja, goed, ik moet zeggen, die van jou waren ook niet slecht. Dus ik heb me redelijk fit kunnen doorstaan de eerste weken bij Ajax. Dankzij Wim. Ja, precies. Het was wel een overgang, hè? Van huis zomaar naar Ajax. Kijk, het is een enorme stap. Je gaat van Nijmegen, eigenlijk Groesbeek, naar Amsterdam. Ja. En dan ook nog de stap naar Ajax. Ja, dat is natuurlijk... een enorme stap, want ja, het is niet niks Amsterdam. Nee. Maar goed, ik moet zeggen, volgens mij gaat het best aardig. Volgens mij wel, hè? Ja, op dit moment heb ik niks te klagen, laat ik het zo zeggen. Eerste keeper bij Ajax. Ja. Geselecteerd voor het Nederlands elftal. Ja, dat is dan een extra leuke bekomstigheid. Dat is geweldig, hè? Je gaat uiteindelijk naar Ajax toe om eerste keeper te worden. Ja, daar heb ik dan twee jaar voor moeten werken, om het zo maar even te zeggen. En daarna mocht ik aan de bak. Ja. Nou, de champignons zijn aan het braden. Dan gaat het ontbijtspek erbij. Heel fijn gesneden, zodat je geen blokjes ontbijtspek krijgt, maar dat het zich heel goed vermengt in de saus. Als je bang bent voor je vingers, moet je gewoon de slager vragen of dat hij het even klein snijdt voor. Maar daarom hoef ik dat niet te doen. Nou, ja, je vingers zijn wel... moet wel even oppassen, hè? Ja. Als het spek erbij zit, daarna doen we de uitjes bij, uitblokjes. Uitblokjes moet je niet echt mee bakken, want dan worden ze donker en dan worden ze bitter. Dus eigenlijk moet je de uitblokjes altijd mee fruiten tot ze licht bruin van kleur zijn en een beetje glazig kijken. Dus een beetje glanzig worden. Glanzend. Zie je dat nou de champignons gewoon gaan slinken? Ja. Wacht eens op de laatste champignons van Jasper. Hoe lang hadden we? Zo snel ben ik niet. Nou, het gaat goed. Ik zal solidair zijn, ik zal er ook nog even twee snijden. Ik wou zeggen, anders is het niet eerlijk verdeeld. Dan laat je maar al het werk doen. Precies. Jasper, het leven van een profvoetballer bestaat uit heel veel trainen. Ja, klopt. Ja, goed, we trainen bijna dagelijks. We hebben nu een iets ander programma, omdat we Europees spelen natuurlijk. Dus heb je ook wat vrije tijd nodig om je hoofd leeg te maken. Want ja, dat is natuurlijk ook belangrijk. Je moet ook ontspannen. Ja. Maar voor de rest is het voornamelijk trainen, ja. En, ja goed, Maar dat houdt ook in dat je eigenlijk amper vrij bent. Ja, dat klopt. In de winterstop ben je vrij. Ja, en in de winterstop in de zomer heb je in principe 2,5 week vakantie. En in de zomer heb je dan wat langer. Ik hoop stiekem erop dat ik deze zomer weinig vrij heb. Maar goed, dan hoor je mij niet klagen als ik uiteindelijk in Brazilië mag zitten. In verband met Brazilië zou het heel mooi zijn, hè? Ja, dat zou geweldig zijn. Alleen, ja, ik hoop uiteindelijk eerst wel de schaal te mogen optillen met de Ajax weer dit jaar. Ja, dat is toch wel het leukste wat er is. Ja. Nou, de champignons beginnen mooi bruin te worden van kleur. Ziet er mooi uit. Ik laat ze heel even doorgaren en dan doe ik zo meteen de bouillon erbij. Ja, goed. Nou is het ver genoeg, nou gaat de bouillon erbij. En dan gaat het snel. Nou wachten we even tot de bouillon ook goed heet is. En dan doen we de room erbij in. En een beetje vers gehakte peterselie. We werken alleen maar met verse producten, dus vers gehakte peterselie. Moet je wel voor oppassen, moet je weinig van gebruiken, want dat is redelijk dominant van smaak.
De bouillon erbij. Ik zeg altijd, kruimels is ook brood. Dus ik spoel het altijd even een beetje na met wat water. En dat kan de saus best wel hebben. Een beetje peterselie erbij. Voor de kleur en de smaak. De hoeveelheden zijn terug te vinden op de site van N1. Dus u hoeft niet mee te schrijven. Mag het wel opnemen. We kunnen nog een keer zien hoe het gedaan wordt. Maar... Even terugspoelen. Even terugspoelen, ja. Nou, nou is jouw bloempapje aan de beurt. Nog even met de garde erdoorheen. Dat was omdat die lang stil stond. Omdat, en ja, omdat ik het niet goed gedaan heb. Jawel, nee, je hebt het goed gedaan. Gelukkig. Heel goed. Ik had ook niet anders verwacht van je. Ja, het is toch fijn om soms... Bloempapje moet je altijd een minuut door laten garen. Die moet echt gaar worden, dus dan moet je de saus echt een minuutje laten staan. Zou jij de saus even willen roeren, Jasper? Tuurlijk. Dan ga ik de biefstuk uit de oven pakken. Voordeel van lange adem. Precies. Ik ga de biefstuk trancheren, dat wil zeggen in hele dunne plakjes snijden. Ik doe het gewoon met mijn hand. De biefstuk is mooi warm geworden. En de saus gaat ook goed, Jasper. Ja, ik ben af en toe meer naar het vlees aan het kijken. Je hebt wel trek. Ja, nee, dat zou slecht zijn als het er niet had, als ik zo die stukjes voorbij zie komen. Zie je dat hij nu gaat dikken? Ja, hij wordt nu een stuk dikker dan net. Ja. Net leek het in het begin nou... champignonsoep en nu is het champignonsaus. Ja, precies. Nou, nu kookt hij. Dan zet ik het vuur iets lager. Dan laat je hem zo een minuutje ongeveer doorpruttelen. Als je hem niet doorgaat, dan proef je nog een melige smaak aan van de bloem. Dus dan moet je echt een minuutje door laten pruttelen. Ja, dat is goed. Nou Jasper, hier heb je jouw bordje, alsjeblieft. Dank u. Mag je zelf de saus eroverheen schenken? Zie je dat de saus heel mooi loopt? Ja, is... Volgens mij heb je trek. Kijk, als jij de... Doe mij maar een klein beetje. Ja, dankjewel. Echt niet meer? Nee, dat is genoeg. Oké. Kijk, deze. Heel voorzichtig dan. Vork, alsjeblieft. Nou, smakelijk eten, hè? Ja, jij ook. Mocht u nou nog even horen wat we gedaan hebben. We zijn dus begonnen met bloempapje te maken. Daarna ben ik de biefstuk gaan bakken. Smakelijk eten. Biefstuk aangebraden in de oven gedaan. Toen de saus gemaakt. De saus en de biefstuk op bord geschept. En lekker gegeten. Hij smaakt heerlijk. Jasper. Leuk dat je er was. Ja, dank je dat ik mocht komen. Graag gedaan. Smakelijk eten. Ja, jij ook. Oké. Nou, kijk of dat bevalt. Kunnen we vaker? Ja? Ja. Oké. Wie weet, nodig je nog een keer. Ja, dat is goed. Kan we dan voor de pindasoep of... Kan ook. Misschien maak ik ook een keer pindasoep. Nu hou het even bij de biefstuk. Nou, nee, dat snap ik.